Waar deze minachting voor de Wikipedia. Weet je waarom dat is, volgens mij? Nou. Omdat de, de Wikipedia is democratisering van kennis. De specialisten die vinden niks erger. He, ze beweren altijd wel dat, dat we allemaal hoog opgeleid moeten worden. Maar eigenlijk vinden ze het veel fijner dat, zij, dat ze esoterische kennis hebben. Kennis is macht, dat is een beetje. Ja. Ze hebben kennis en andere mensen hebben die niet. En dan moet je ook met je vingers vanaf blijven. Met verhaalsen, kunt u mij horen? Het kan best wel uitdagend zijn om een cadeautje te bedenken voor Sinterklaas of de kerst. Misschien kunnen we je op weg helpen, want 13 december dan is er weer een live podcast. Deze keer over de rol van Amerika na de Koude Oorlog. We gaan het ook zeker hebben over de rol van Amerika in het conflict in Taiwan. Wil je er zelf bij zijn? Of wil je iemand uitnodigen? Of wil je iemand dat cadeau doen? Het linkje naar kaartjes vind je in de beschrijving. Had je nog iets met de uitvinders gedaan? Ja, ik heb nog iets aan de uitvinders gedaan. Dat wil zeggen. Ik vond dat ik misschien nog eens iets moest zeggen over de stoommachine. Een van mijn favoriete thema's. Ik moet zeggen dat de mederedactieleden van de tijdschrift Maart ook altijd zeggen: nee, niet weer over de stoommachines. Maar ja, ik vind nog steeds dat de stoommachine te weinig aandacht krijgt. Ik zou zelfs wel willen pleiten voor een stoommachine museum. Je hebt toen een opening gedaan van een stoommachine kraan, of wat was dat? Een stoomkraan, ja, die was notabene na de Tweede Wereldoorlog gebouwd door... Nou, even zo'n zo producent van een uh, Hengelo ergens daar. Nou, maar die opening niet. was in Zeeland, hè? Ja, die opening was in Zeeland. Hartstikke mooi ding, met zo'n fluit en zo. Uh, ja, Helemaal gerepareerd stoommachinewerk. Weet je, kun je kunt de stoommachine in principe overal voor gebruiken. Uh, je kan een auto ook aan... Er zijn wel stoomauto's geweest, maar dat was toch niet zo'n... Groot succes kennelijk in allerlei opzichten. Ik geloof dat de stoommachine eigenlijk optimaal functioneert. als die permanent ongeveer op hetzelfde tempo loopt. En dat is natuurlijk bij een, bij een auto is dat lastig te realiseren. Ja, maar bij een trein kan het wel weer heel makkelijk. Ja, een stoomtrein, denk aan een stoomlocomotief natuurlijk. Ja, tot, 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 nou ja, tot in mijn jeugd. was natuurlijk het spoorwezen is, was afhankelijk van stoomlocomotieven. En die. Eigenlijk zijn stoomlocomotieven hele grote stoommachines met wielen aan de onderkant. en een stoker in een huisje. en, en die trekt een trein. Dat, dat is in feite wat een stoomlocomotief is. Daarom zijn het zo'n prachtige apparaten natuurlijk. Hè. Want als je daar één ziet die op stoom is. en die daar zo staat te sissen en zo. dat je denkt: ah, oh, dat is toch. Nou ja, dat, dat doet een beetje denken aan telefoons. waar je nog aan kan zien wat een telefoon ooit was. met zo'n draaischijf. Want dat is een mechanisch systeem in feite. Nou ja, zo'n stoomlocomotief ook. Terwijl, ja, wat is er aan een elektrische locomotief te zien? In feite, geen kloot natuurlijk. Dat is een beetje jammer, maar zo is het. Maar goed, nu de stoommachine, want het gaat eigenlijk meer om de geschiedenis van de stoommachine. Want her en der zijn nog wel stoommachines in Nederland. Ik zou zeggen, ga kijken. Laat ze ook aan je kinderen zien, die natuurlijk normaal gesproken nooit meer iets met stoommachines van doen hebben. Volgens mij is de stoommachine als speelgoed ook wel een beetje uit de running geraakt. Vroeger kon, kon je overal van die leuke stoommachines krijgen die dan met zo'n zo brandblokje, weet je dat ook weer, dat spul van het witte spul, kon je dan het water verhitten. En dan geeft stoom en tenslotte loopt zo'n ding als een tierenlier. Ik weet dat ik gaf college, deels ook over die, over die stoommachines. En toen had iemand, die had, de volgende keer had hij zo'n stoommachine meegebracht. Een vrij grote speelstoommachine. Het was echt een feest om dat ding aan het werk te zien. Maar goed, wanneer is de stoommachine uitgevonden? Dat is in 1712. Of althans uitgevonden. Allerlei mensen hadden het al bedacht hoe dat eventueel zou kunnen of moeten werken. Maar tenslotte is in, in 1712. Heeft de meneer Newcomen de eerste stoommachine in werking gesteld? Maar de vraag is natuurlijk. Uh, hoe, wat waren de condities waarin men tot de constructie van een dergelijke machine kon komen? He, was daar een behoefte aan om maar iets te zeggen? Uh, waren de principes ondertussen duidelijk hoe je zo'n machine zou kunnen bouwen? Ja, en dat is natuurlijk weer een betrekkelijk langdurig proces geweest. Want dat moet je koppelen, denk ik toch aan wat we de wetenschappelijke revolutie noemen. Ik wil niet de wetenschappelijke eh, ontdekkingen of, of werkwijze bagatelliseren in de klassieke oudheid of in de middeleeuwen, maar feit is toch dat in de, in de 16e en 17e eeuw zich een, een aanzienlijke versnelling voordoet in, laten we zeggen, in de wetenschappelijke methode en in de ontdekkingen die door die methode worden gegenereerd. Want hoe werkt wetenschap? Wetenschap is in alle opzichten vrij simpel. Dat je je afvraagt hoe werkt het eigenlijk? Waar, waarom, waarom werkt het of waarom werkt het niet? En, en dan kon je vroeger zeggen, nou ja, dat nou ja, staat in een boek en dan ging je naar kijken. En dan zei Aristoteles, het kan niet of het kan wel. En, en dan legde hij hier beneden. En zo. Of de Bijbel natuurlijk, staat in de Bijbel zus staat in de Bijbel zo, dus dan moet het wel zo zijn. En eigenlijk de kern van de wetenschappelijke revolutie is dat mensen zeggen, ja, wacht nou eens even, maar uh, hoezo in de Bijbel, Waarom, hoe, hoe, hoe kunnen we dat uh, uh, uitvinden hoe het werkelijk zit, door, door een experiment te doen? En, en dat is wat je ziet in de 16e en 17e eeuw, dat men in experimenten doet, en dat men natuurlijk ook nieuwe instrumenten ontwerpt. Dat, dat, in de middeleeuwen was de bril anders ontworpen. En dat, een bril is niks anders dan een lensje. wat, wat de afwijkingen of het aftakelen van je oog corrigeert, natuurlijk. En, en als je eenmaal aan die lenzen bent begonnen. is het natuurlijk voor de hand liggend om te zeggen. misschien kunnen we ook sterk vergrotende lenzen bouwen. om bijvoorbeeld kleine dingetjes die wij niet goed kunnen zien. waar het oplossend vermogen van onze ogen niet voldoende voor is. Niet waar, die we dan dus wel kunnen zien. En omgekeerd, natuurlijk. De verrekijker. De telescoop. Die is hartstikke handig op zeeslagen. Hè, want je ziet ook altijd. Eh, Michiel de Ruiter zie je met zo'n kijker aan het oog. Of Maarten Harpert zo tromp en zo. Maar vergeet niet dat de telescoop natuurlijk ook duidelijk maakte. dat het hele idee van, van het zonnestelsel. waarbij alles om de aarde draaide. de grootst mogelijke flauwekul was. En dat het precies omgekeerd was. Dat de aarde één van. De planeten is die in feite om de zon heen draaiden. Dat dat natuurlijk een veel voor de hand liggende idee eigenlijk was. En dat wordt ook door de telescoop definitief. Dat was al lang vermoed dat dat zo was. En hoe die ook. Nou ja, ja ik bagatelliseer natuurlijk de moeite om toen dat tijd iets te bedenken wat niemand vond. Dat is altijd lastig. En iets zeggen, ja wacht nou eens even. Het zit dus, zo zo. Dus eh, neem nou bijvoorbeeld het klassieke verhaal over het vacuüm. Ik meen dat Aristoteles had gezegd, vacuums, eh, vacua, dat kan niet, die bestaan niet. De natuur die heeft niks met vacua, dus dat kan niet. Waarop ik meen Galilee, die suggestie werkte misschien ook wel iets, iemand anders. Die zei, nou ja, eh, als we nou eens een experiment organiseerden om te kijken of een vacuüm kan bestaan, ja of nee, dat is, dat, dat is toch wat lollig. En dus een, een Italiaanse eh, onderzoeker, <coughs> ik meen een zekere meneer Berti, die had, die had een, een kolom water, een, een grote kolom water, en die had helemaal gevuld van water, met water van top tot om. Daarna had hij hem omgekeerd en had hij de onderkant opengemaakt en in een bad water gezet. En wat gebeurt er dan? Dat een deel van het water in die buis, dat stroomt naar buiten en... en, en Komt in die bak met water terecht. Maar lang niet alles. Er blijft namelijk een kolom water staan van een meter of 9, 10 hoog. En hoe komt dat? Dat is de luchtdruk. De luchtdruk is zodanig op, op laten we zeggen, niet dat je boven op een hele hoge berg zit. Maar laten we zeggen, op, gewoon op de grond zit. Is de luchtdruk zo, zo groot dat je een kolom water van een meter of 9 die blijft staan door de luchtdruk. En dan komt ook daarna iemand op het idee: nou ja, dat water dat is wel verdomd onhandig, want het is negen meter. Kunnen we dat niet beter met kwik doen? Dat is Torricelli. En, en ik weet niet of jij de naam Torricelli nog, nog in een lampje. Goed, die, die, je had vroeger ook allerlei eh, zeg maar, temperatuurmeters of barometers die door meneer Torricelli waren verzonnen. En ook bij, die, bij dat kwik, maar dat is veel, veel zwaarder dan water natuurlijk. Maar ook daar zie je dat er een kolom kwik blijft staan. En sterker nog, tenslotte zei ook iemand. Aan de hand van de hoogte van die kolom kwik. kun je ook nog zien wat, wat de luchtdruk precies is. Want de luchtdruk varieert nogal. We kunnen hoge druk hebben. Denk aan zomers, lange, warme zomers. Wordt iedereen ook een beetje geïrriteerd van de hoge druk. En denk aan een stormachtig weer. Dat is meestal gaat dat gepaard met heel lage druk. Overigens, dat hadden die Italianen nog niet bedacht. Ik dacht dat dat vooral die manier was die. Eh, die, 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 die man die de, de maardebeur halve bollen heeft, heeft uitgedacht. Eh, maar goed, met dat experiment in Italië was bewezen dat er a. luchtdruk was. Aanzienlijke luchtdruk. Torricelli zei heel wijs, wij leven op de bodem van een zee van lucht, want zo is het maar net. En dat niet alleen, want boven in die buis waar het water dus iets gezakt was, ontstond noodzakelijkerwijs een vacuüm. Dus nu wisten ze twee dingen. A, dat er sprake was van een aanzienlijke en variabele luchtdruk. En B, wisten ze dat er een vacuüm kon bestaan. Dat zijn twee dingen die absoluut essentieel waren voor de constructie van een stoommachine. Aristoteles was weer zo'n iemand die nou ja, serieus en systematisch had nagedacht over de wereld, en dat had hij opgeschreven. En ja, veel kennis uit de klassieke oudheid werd beschouwd als de kennis die je hebben moest, of de Bijbel natuurlijk. Veel mensen gaan af op. Ja, als het in de Bijbel staat dat het niet zo is, dan is het ook niet zo. Als in de Bijbel staat dat de wereld 6000 jaar geleden geschapen is, dan is die gewoon 6000 jaar geleden geschapen. Ja, zeggen ze bij de ChristenUnie ook. Ik ben niet tegen homo's, maar de Bijbel veroordeelt het, dus ja. het mag niet. Zo, nou ja, denk aan, aan de schepping van de aarde. Wij, wij zijn in, in Wyoming naar een heel museum geweest. wat gewijd was aan de demonstratie dat de wereld daadwerkelijk 6000 jaar geleden was geschapen. En dat de dinosauriërs, de laatste dinosauriërs, nog geloven in de, de vroege middeleeuwen, nog vermoord waren. Ja. ja, je ziet, als mensen iets willen geloven, kunnen ze echt alles geloven. Het is hè, het wilsbesluit om te geloven. Als je dat die stap eenmaal gemaakt hebt, dan doe maar lekker even vol op het gas in de reuze BMW... Hè. Het rijdt hier allemaal zomaar door die straat heen bij jou, hè? Dat ja, het, is wel, het zijn allemaal wel auto's dat je de indruk hebt van die mensen hebben geld. Te veel, toch? Ja. Nou ja, daar moeten we ons natuurlijk niet mee bezig houden. <laughs> Want nu hebben we twee dingen hebben wij ontdekt. Namelijk dat het vacuüm wel degelijk mogelijk is. En B, dat er sprake is van een aanzienlijke luchtdruk. Belangrijk dus voor de stoommachine ook. Ja, nu hebben we nog iets belangrijks nodig om te weten. Namelijk... Dat het, het element water een heel wonderlijk element is in allerlei opzichten. Want zoals je weet, onder nul, althans op de Celsius-schaal, verandert het in vaste stof, die wij ijs noemen. En als het meer dan 100 graden is, ook op de Celsius-tabel, dan verandert water in stoom. Het wordt gasvormig. Precies. Dat is natuurlijk heel opmerkelijk, dat, dat die stof in een relatief heel beperkt temperatuur-traject, nietwaar, Zowel een vaste vorm kan aannemen, vloeibare vorm als gasvormige vorm. En u wil het geval dat als water in stoom veranderd is, dan is het volume van die stoom 1800 maal, ruim 1800 maal zo groot als het volume van het water waarmee het, de stoom is gefabriceerd. Dus nu hebben we nog een interessant eh, feit, hebben wij in handen gekregen, namelijk die ongekende expansie van die stoom. Als je water dus verhit, ontstaat er een ongekende expansie. Nu hebben we alle elementen bij elkaar waarmee je een zogenaamde atmosferische stoommachine kan maken. Dus wat doe je? Je hebt ook nog nodig een cilinder met een zuiger erin. Op dat idee waren ze ook al in de 17e eeuw, waren ze al lang op dat idee gekomen. En eigenlijk zie je ook in de hele late 17e eeuw, zeg maar het laatste decennium, zie je lui die zegt van kijk, we zouden een machine kunnen construeren op basis van de, uh, de luchtdruk in principe en de unieke eigenschappen van water en stoom, inclusief dan dus een, in, een, sorry, een zuiger in een cilinder. Je ziet dat dat idee eigenlijk ook al betrekkelijk oud is. De vraag was natuurlijk, hoe krijgen we die, 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 die zuiger en die cilinder in beweging? Eh, bijvoorbeeld de huigentje had gezet, waarom gebruiken we er eigenlijk geen, geen, hoe heet het, geen kruid voor? Eh? Explosieven. Dat kon toen helemaal niet gerealiseerd worden, maar feitelijk zitten wij in een autootje met een explosiemotor. Ja, als je het zo zegt, explosiemotor, denk je dat ik gek geworden ben. Maar wat zich afspeelt natuurlijk in, in die cilinders van, van deze auto. is natuurlijk dat er een benzine-luchtmengsel in wordt geperst. Er wordt een beetje samengeperst. En tenslotte wordt er een vonkje gegeven. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je een explosief verschijnsel. En dat, die explosie drukt de cilinder naar beneden. En dan heb je vier cilinders Dus Er zijn vier cilinders die in volgorde naar beneden worden gedrukt. Die drijven een krukkas aan en zodoende kun je er straks naar huis rijden. Hè? Dus het is eigenlijk een explosiemotor, zo, zo kun je het toch zeggen. En bovendien was er eigenlijk, dat moet er toch altijd bijgezet worden, als je kijkt, dat heb ik eigenlijk nog vergeten te vermelden, maar en in de 16e en in de 17e eeuw zie je ook dat wetenschappelijk onderzoek georganiseerd wordt. En de belangrijkste organisatie was de Royal Society in Londen. Want als je iets ontdekt had, dan schreef je een brief aan de Royal Society, ik heb zus en zo ontdekt, en deed een tekeningetje erbij. Wat misschien ook essentieel is geweest voor de wetenschappelijke revolutie, is de explosieve ontwikkeling van zeg, het drukken van boeken. Van de boekproductie. Ook liefst boeken met illustraties. Want wat is er mooier dan dat je ook dat je geïllustreerd kunt zien hoe iets werkt. Als mensen straks zeggen. Ja, die Verrossen hadden al een stoommachine. Men begrijpt nog steeds totaal niet hoe het in elkaar zit. Kijk in de Wikipedia. De vermaldeiden. Laatst las ik ook weer zo'n stukje van, ja, had je nou zo'n pruts en die keek even in de Wikipedia en zo. Wat, wat, hoezo? Zijn er mensen in Nederland die meer weten dan wat er in de Wikipedia staat? Ja, misschien op hun specifieke terrein, dat zou, dat is mogelijk. Waar deze minachting voor de Wikipedia, weet je waarom dat is volgens mij? Nou? Omdat de, de Wikipedia is democratisering van kennis. De specialisten, die vinden niks erger. He, ze beweren altijd wel dat, dat we allemaal hoog opgeleid moeten worden. Maar eigenlijk vinden ze het veel fijner dat, zij, dat ze esoterische kennis hebben. Kennis is macht, dat is een ja, beetje... Ja, ze he, hebben kennis en andere mensen hebben die niet. En dan moet je ook met je vingers vanaf blijven. En dat vinden ze uh, heel lekker. Je mag niet zomaar, als je niet, de, niet historisch gediplomeerd bent... mag je niet zomaar een boek over geschiedenis schrijven. Eerst moet je gediplomeerd... We hebben sowieso in Nederland natuurlijk een diploma-ziekte uit de kunst. Ja. Hè? Je moet echt overal in gediplomeerd zijn. Ik heb ook wel eens gehoord dat als je een, 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 een eendekooi exploiteert, moet je een eendekooi-exploitatiediploma halen. Wist je dat? Nee, wist ik niet. Ja, en een van de onderdelen daarvan is hoe je de eens zo snel mogelijk van het leven kan beroven. Je moet zo'n knak en dan. Nou ja, dat je ook denkt van. Nou, zou er enig ander land zijn met een kooi exploitatiediploma dat, dat zou ik wel eens willen weten. En binnenkort je kun je weer stapsubsidie aanvragen hè, voor opleidingen. Ja, nou ja, alles overal moet je een diploma voor hebben. Daar ben ik van overtuigd. Zou je ook coachdiploma's hebben? Ongetwijfeld. <laughs> hoe zou, ja, dat, denk hoe ik zou echt. dat geëxamineerd Zonder worden? Zonder diploma heb je niks. Ja. En het wordt ook gevierd als je het hebt, hè? Diploma. Kijk eens ja, gekomen. ik dacht, god, ik weet er alles van. Ja, het diploma technisch kan ik niet hoger stijgen, dus ik dacht, van dag tot donder ben ik af. In ieder geval. Dus het zo belangrijk is dat ontzettend veel mensen hebben gedroomd van het feit dat ze het diploma wat ze best hebben, dat ze dat niet hebben. He, dat ze hun eindexamen bijvoorbeeld niet hebben gedaan, of dat ze hun examen niet hebben gedaan. Nou ja, dat, dat. Ik heb ook vaak gedroomd dat ik mijn eindexamen eigenlijk niet had gedaan, dus dat ik in feite een oplichter was, dat ik wel studeerde, maar ja, ik voldeed volstrekt niet aan de, aan de officiële voorschriften. Ja, wonderlijk toch. En wanneer, wanneer wordt Vanaf er nog... het moment dat ik gepromoveerd ben, heb ik nooit meer gedroomd van enig opleidingstechnisch probleem. Nee. Nooit meer. En wanneer wordt er ooit gevraagd naar je diploma? Nooit. Dat is wat dat betreft is het net met de, uh, hetzelfde met de COVID-vaccinatie. De <laughs> Ja, heb ik dat al verteld van al die, 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 die hele bosformulieren die wij bij ons Vertel hadden? Vertel dat nog eens een keertje. Het begon ook weer? Ja, mag dat? Ja dat zeker. Moet je moet natuurlijk wel oppassen dat je niet in herhaling bevalt. Ja, maar uh, educatie is de kracht van herhaling. Dat zeg ik vaak en daar zit veel in. En dit is heel educatief, maar tegelijkertijd diep frustrerend natuurlijk. Wij hadden denk ik wel een centimeter dikke bundel van op papier geprinten QR-codes en verklaringen, dat we allemaal regelmatig honderden malen waren ingeënt. Want dat eiste zowel Canada als de Verenigde Staten. En dat die heet, niemand heeft ooit gevraagd naar die, naar die inentingsbewijzen. Niemand. En het was hartstikke moeilijk om dat allemaal bij elkaar te krijgen. Die arme jongen die dat moest doen. Die Je had het, aan, het in een klappertje meegenomen. Ja, die had het in een prachtige klapper bij zich. <laughs> het bleek totaal nutteloos te zijn. Je vermoedt dat al wel, maar je kunt nooit zeker weten. Dat is het probleem eigenlijk. En in Duitsland ook? Nou, in Duitsland, dat was heel wisselend, is mijn ervaring. Groenklieg zijn ze daar toch? Ja, maar Duitsland is toch... Duitsland geloofde aan het gele boekje. Weet je wel, het inheerlijke ja, ja, boekje. Ja, dat heb ook zo'n geel boekje. Ja, in, in het ene en het, ene, in het restaurant Duitsland, weet je... Als wij dan begonnen, van dat we dat graag nog even wilden laten zien met het weggewuifd en wijfden, allemaal flauwekul. Konden ze allemaal geen bal schelen. In een ander restaurant was een, vonden ze het hartstikke fijn dat ze in het gele boekje konden kijken. Ja. Dus dat, daar zat er eigenlijk, voor zover ik mij kan herinneren, geen enkel systeem in. Bedoel, maar dat is nu al naar de achtergrond de laatste mij, hè? keer dat we waren, was er helemaal geen controle. Ik, meer. Corona bestaat niet meer. Nee, maar ik herinner mij wel dat ik het. <laughs> uh, nou, ja, nou ja, dat is dus niet zomaar goed. Ik herinner mij een restaurant waar ik, natuurlijk storm. ik had niet lopen surfen, ik had mijn boekje vergeten. En dat toen onze kordaat reisleider Willem Melleging, die liet een iets zien, want die zei van kijk, dat is ook de bewijs dat voor Volsom ingeënt is. En toen mocht ik er toch in. Want ze maakten aan de poort van het restaurant, maakten ze bezwaren. Tegelijkertijd lieten ze zich wel erg simpel oplichten, dus dat, nou ja. Goed, we waren blijven steken bij die stoommachine, dus dat de wetenschap georganiseerd werd. Stel maar zeggen Antonie van Leeuwenhoek, niet waar de bekende Nederlandse microscopist, zoals dat heet, die die unieke kleine lensjes had ontworpen, zo bolvormige lensjes, waar hij inderdaad een totaal nieuwe wereld mee ontdekte. Die schreef brieven aan de Royal Society om te melden wat hij gedaan had zodat ook zijn, zijn, zijn onderzoeksresultaten ook bredere verspreiding vonden. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de, voor de telescopie. Eh, dat mensen zagen natuurlijk dat, ja, dat Jupiter vier manen heeft. Eh, Galilei had dat al gezien met het allersimpelste kijkertje. En we hebben het, dacht ik, ook over Huygens gehad. Die eh, zag natuurlijk dat eh, Saturnus ringen had. Hij begreep niet precies hoe ze in elkaar zaten, maar hij begreep wel dan het ringen waren. Dus je ziet eigenlijk in die hele eeuw, het is allemaal 17e eeuw. En de Fransen, natuurlijk altijd jaloers op de Engelsen of de Duitsers, even de twee. Die hebben ook zo'n zo officiële wetenschappelijke organisatie gecreëerd. Die aanvankelijk geleid werd door Huygens. Maar wel nu, als je kijkt naar het Engelse patentbureau. Want de Engelsen hadden al wel een patentbureau. Dan zie je eigenlijk in de hele. Late 17e eeuw, dat er voortdurende patentaanvragen zijn. die, die, die doen denken aan de stoommachine. Die, die, laten we zeggen, de basisideeën van de stoommachine. al op papier zetten. Maar het was nog heel lastig om tenslotte een werkende stoommachine te construeren. En dat doet die meneer Newcomen. Die heeft daar jaren en jaren heeft hij daar aan gewerkt. En hoe werkt een atmosferische stoommachine? Dat in een cilinder. Ja, onderin heb je water, dat verhit je, moet je flink verhitten, dan wordt het stoom. Dat betekent dat de cilinder in feite eh, naar boven wordt gedrukt door de stoomvorming, die 1800 maal het volume van het water. En dan moet je, eh, als die cilinder eenmaal flink naar boven is gegaan, eh, dan. Eh, moet je dat, die stoom in die cilinder laten condenseren. Je kunt er koud water in spuiten. Of wat je precies wil doen. Dat doet er niet veel toe. Dan condenseert die, die stoom onder die cilinder. Met als gevolg dat daar een partieel vacuüm ontstaat. En dan wordt die cilinder dus door de luchtdruk naar beneden gedrukt. Boom. En dat, die, die beweging. Boom, als je ook die hele oude stoommachines. Die, die, die draaien ook heel langzaam. Zo, boom. Bom, maar je begrijpt wel dat dit een extreem inefficiënt is, want als je dus die stoom hebt laten condenseren in die cilinder, dan moet je die cilinder weer opnieuw weer opwarmen en dan en doet hetzelfde proces ervoor, de stoom die drukt, enzovoort, enzovoort. Dus al, al in de 18e eeuw, dit is 1712, dus je zit al in het begin van de 18e eeuw, en kijkt een, een, een schot, een zekere James Watt, die... Die kreeg een modelletje van een stoommachine in handen. Ik geloof dat het modelletje kapot was. En toen heeft, toen heeft hij dat allemaal precies bestudeerd. James Watt was interessant genoeg. En je bent al gauw geneigd om te denken: ja, die James Watt was een sympathieke prutser. met zo'n schuurtje in de tuin waar hij leuke dingetjes deed. Maar in feite was James Watt iemand die uitstekend eh, op de hoogte was van de wiskunde. Hij kon goed trekken, meten, meten en regelen. Hij was, een, hij was in feite een, een, een voor, die ten, voor die tijd een, een echte wetenschappelijke onderzoeker. Een genie? Onderzoeker. Nou, een genie. Newcomen was ook geen genie. Ik geloof niet dat je dat kunt zeggen. Wanneer ben je een genie dan? Nou, wat is een genie? Dat is een lastige definitie. Omdat natuurlijk vrijwel alle genieën, nietwaar? Die, 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 die zitten toch in een roeibootje, zal ik maar even zeggen. En dat bootje is door iemand anders ontworpen. En iemand anders is op het idee van die roeispanen gekomen. En nog weer iemand anders zei: ga eens ze een eindje roeien. En, en, en toen maar, zat het genie in een bootje wat hij ook niet zelf bedacht had. En op weg naar een doel wat hij ook niet zelf had gekozen. Enzovoort. Dus het is altijd: een, een genie bestaat alleen bij gratie van context. Ja, wat wel erg geniaal is, toch, zijn die denkexperimenten van Einstein. Uh, die, die uh, als ja, een eentje op een, een patentkantoor uh, in Zurich zat en ja, die denkexperimenten die deed, die tenslotte natuurlijk de speciale en de algemene relativiteitstheorie hebben opgeleverd. Dat, dat is wel vrij geniaal, ja. Nou ja, hij is nou wordt natuurlijk altijd, vooral als hij helemaal oud is en met van die warrige grijze haren wil, alle tovenaars op televisie zien de rijke altijd uit als Einstein, zal ik maar zeggen. Ja. Dus ja, misschien Einstein, ik weet. Dat is moeilijk te zeggen. Je had in de 17e eeuw wel een aantal van die luiden die ongelooflijk wetenschappelijk creatief waren. Newton is natuurlijk, ja. Misschien is Newton ook wel een genie. En Leibniz is waarschijnlijk ook wel een genie. En Galilei, hup, die doen we er ook nog even bij. Maar Junckerman bijvoorbeeld, die, die, ja, die was redelijk op de hoogte van wat al geprobeerd was en wat je eventueel zou kunnen doen. En heeft zich vooral bezig gehouden met het maken van leidingjes en kraantjes zodanig dat die, dat die op zichzelf simpele stoommachine, waarbij de zuiger dus nogmaals bewogen wordt door de atmosferische druk. Vandaar het belang van, van eh, laten we zeggen de ontdekking van de atmosferische druk. Ook interessant natuurlijk voor de weersvoorspelling, hoge druk zal het wel mooi weer worden, lage druk gaat, gaat het stormen bij wijze van spreken. Maar of ik nou Jonker met een genie zou noemen, dat weet ik niet. James Watt? daar weet ik eigenlijk ook niet. Moet ik zeggen, ik moet er even over denken. Die hele term genie is een beetje, een beetje onzin naar mijn gevoel. Dat, dat is ook mijn grote bezwaar tegen die godvergeten Nobelprijs. Dat, dat toch gesuggereerd wordt dat één of maximaal twee mensen, je hoort zelden dat dertig mensen tegelijkertijd een Nobelprijs krijgen, voor hetzelfde onderzoek of resultaat, dat toch teveel de, die ene onderzoeker eruit gelicht wordt die onderdeel is van een complexe gemeenschap van onderzoekers waarin iedereen eigenlijk... Zijn steentje heeft bijgedragen, nog even afgezien van het feit dat de Nobelprijs niet wordt uitgereikt aan mensen die dood zijn. Uh, nou ja, je, hebt, je hebt dat beroemde verhaal over de ontdekking van DNA-molecuul en ja, daar was die, die hoort eens dus ook alweer Rosalind, nou, een of andere uh, uh, Engelse onderzoekster die, die uh, foto's had gemaakt van die van die kristalstructuren en zo. Die heeft eigenlijk daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Maar ja, die is jeugdig overleden. En die wordt, nou moet ik zeggen dat altijd als je wat leest over de ontdekking van de DNA, dan wordt zij altijd tegenwoordig met naam en toenaam erbij genoemd. Godzijdank. Maar ja, het, het, de Nobelprijs is toch in essentie een, een verkeerd begrip. Of creëert een verkeerd begrip van hoe wetenschap werkt. Wetenschap is in hoge mate een collectieve onderneming. Het aantal mensen wat 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 echt puur op eigen denkkracht, die ziet ook altijd. Het, het het is het is één persoon die eruit uitgelicht wordt en tegelijkertijd zijn allerlei mensen met zo'n probleem bezig geweest. Dus ik ik heb altijd mijn twijfels gehad bij de bij de Nobelprijs. Lekker rollatertje. Nederland is het land van de rollators. Wist je dat? Je ziet ze wel veel, dus ik vind het niet verrassend. Nee, maar je ziet ze in het buitenland niet. Dat is inderdaad iets opvallends. Ik heb in New York nog nooit iemand met een rollator zien. Ik één. Ja. Eén mevrouw, een oudere mevrouw, die bezig was met een rollator over te steken met het ergens op de Zuidpunt. En ik dacht nog, zal ik er vlug even achteraan lopen om te vragen of ze Nederlands is? Zo'n je mee heeft genomen in het vliegtuig. Maar ik denk, dit is wel een beetje lullig om die mevrouw op die rollator aan te spreken. Dus ik heb het niet gedaan. Um, we, moeten naar, we moeten terug naar de stoommachine. Je begrijpt dat dit een enorme vorm van energieverspilling was. Vandaar dat die newcomen machines, die stonden eigenlijk alleen bij mijnen. En, en alleen bij de mijn waren de kolen zo goedkoop dat je... Je, je kon ook een zo onzuinige machine als de newcomen machine, die, die kon je dan toch wel... Uh, uh, Gebruiken op dat punt. Ik heb later pas begrepen dat er ook in de Hollandse Republiek wel her en der nieuwe machines stonden. Daar was ik wel verbaasd over. Ze gingen vaak een eeuw mee. Ze waren, ze waren onverwoestbaar, zal ik nou maar zeggen. Maar goed, James Watt die had dus dat model gezien en die begreep al heel snel dat het extreem inefficiënt was. En dat die inefficiëntie eigenlijk vooral werd veroorzaakt door het feit dat die cilinder steeds weer opnieuw verwarmd moest worden. Dus hij dacht. Als ik nou dat condensatieproces, als ik dat nou uit de, uit de cilinder zelf haal en dat ik, ik bouw een speciale condensatiekamer, een condensor, nou dat bleek een geweldige uitvinding te zijn. Want op een goed moment, als je dat ziet, als het dan die condensatie dus moest beginnen, dan deed je een luikje open en dan stroomde die stroom in die condensatiekamer, daar werd die stroom. Dus een beetje, beetje bespritsen met, met koud water, zou ik maar zeggen. Dat gaf dan weer een nieuwe nieuw hoeveelheid stoom die we in die... Nou, daardoor werden die machines stukken en stukken beter. Uh, uh, James Watt is samen met een fabrikant en met een Bolton in zaken gegaan. En tenslotte een schatrijk geworden. Patent aangevraagd op zijn verbeteringen aan de machine. Hij heeft van allerlei verbeteringen aangebracht. Ook een zuiger die van twee kanten werkte die je ook vaak bij stoomlocomotieven ziet, eh, nou ja, van alles en nog wat. Ik moet erbij zeggen, hij voelde, vrijwel iedereen zei op een goed moment al in de 18e eeuw, eh, deze machine kan veel efficiënter gebruikt worden als we de druk in die cilinder veel hoger maken dan die is. Als die eigenlijk niet meer werkt met de atmosferische druk, maar met de stoomdruk. Want dat, die kunnen we, hè, als we maar genoeg stoom hebben, kunnen we die stoomdruk, weet ik het, voor vijfvoudig of voor tienvoudig. Daar voelde Wot niks voor en hij heeft ook zijn patent eigenlijk misbruikt in zekere zin om, om een ontwikkeling te blokkeren waarbij eigenlijk veel grotere hoeveelheden druk ontstonden in die, die stoommachine. Want hij zei dat maakt de zaken gevaarlijk, want dan gaat het ontploffen, want daar kunnen we helemaal niet zo goed cilinders maken, dat is een groot probleem. En had hij daarmee een punt? Ja, daar had hij wel mee een punt. Het aantal, er waren al wat ontploffingen. In het okay, dus het was niet zo dat hij zijn eigen uitvinding wilde beschermen. Nee, het was ook wel, wel een soort, soort van algehele voorzichtigheid. Maar goed, dan, dan tenslotte, eh, helemaal aan het eind van de 18e eeuw, want dat is eigenlijk wel interessant, dat moet je er wel bij vertellen, dat die introductie van de stoommachine als een apparaat om industrieel iets aan te drijven of een pomp aan te drijven, dat dat heel heel langzaam geïntroduceerd wordt. Dus ze hebben wel in de 18e eeuw, geloof ik, misschien 100, 200 van de machine machines gebouwd. Newcombe, overigens, die had te maken ook met bestaande patenten. Maar die heeft tenslotte toch, er was een soort patentorganisatie en zijn patenten zijn daarin ingebracht. En die heeft tenslotte heeft die toch vrij goed geld verdiend aan zijn, eh, aan zijn machine. Maar eigenlijk, als je kijkt, ik geloof in 1830, kijkt naar de, zeg maar, de bewegings. De aandrijfkracht van, van, ook in de toen dan al snel groeiende Engelse textielindustrie, dan was waterkracht nog steeds even belangrijk als stoomkracht. Pas na 1850 zie je hoe de stoommachine niet waar eh, het dominante apparaat wordt om fabrieken aan te drijven, pompen aan te drijven. Ja, gaan ze maar door eigenlijk. En dan, eh, nou ja, dan vindt Tesla eigenlijk al, ook nog in de 19e eeuw de wisselstroommotor uit. Die in die het voordeel van de wisselstroommotor is: je kunt zo'n wisselstroommotor bouwen. En je kunt een gigantisch grote wisselstroommotor bouwen. Dat, dat is in zijn alle variëteiten denkbaar. En, en dat is de volgende revolutie in, in, in de aandrijving aan allerlei opzichten. Maar goed, dit is de geschiedenis van de stoommachine. In zeer kort bestek, laat ik het zo zeggen. Die er eigenlijk wel wel ruim een eeuw over heeft gedaan om, om laten we zeggen, algemeen en breed geaccepteerd te worden. En ook en verbeterd is. Wat we nog natuurlijk nog niet hebben vermeld, dat is de ontwikkeling van de locomotief. Want eh, dat waren die luiden die zeiden: ja, wacht nou eens even. Wil je dit ding gebruiken om een voertuig aan te drijven, van welke aard dan ook, dan moeten we die druk in die cilinder. Die moeten we veel groter maken. En daar zie je dus de eerste locomotiefontwerpen, zijn zo van omstreeks 1800. En daar is een meneer Trivithic, of ik het goed uitspreek, weet ik niet precies. Die heeft ook een, een, een stoomwagentje gebouwd. En ik heb ooit een filmpje gezien van een replica van dat stoomwagentje van Trivithic. En dat is aandoenlijk, het, het werkt, het, het rijdt, het is waarschijnlijk het eerste. Stoom, had, Cugnot had ook al zo'n rare stoomwagen gebouwd, maar daar stappen we even overheen. Dit, dit is, Trivetik is echt op weg naar de stoomlocomotief. En dan zie je dat in de eerste helft van, van de 19e eeuw, dat men heel snelle vorderingen maakt bij de constructie van stoomlocomotieven. En nou ja, die leiden automatisch direct eigenlijk tot de spoorwegen en de spoorwegen... ...geoorzaakten natuurlijk een transportrevolutie zoals nog niet eerder in de menselijke geschiedenis was, voorgekomen. Qua goedkoopte in allerlei, in allerlei opties. Waarbij we nog moeten vermelden dat het aanvankelijk heel lastig was om goede rails te maken. Want de rails bestonden overigens al, al even. In, in mijnen lagen rails, maar het waren houten rails. Daar reed je karretjes over, die werden getrokken. Door zogenaamde mijnponies, de hele zielige ponies. Dan, ja, als ze eenmaal beneden waren kwamen ze nooit meer boven. Ze gingen beneden ja, ook dood. Ja, dat ja. is echt diep, diep tragisch. Ja, want het is een pony die voor het laatste zon ziet en dan de mijn in moet om daar de rest van zijn leven voor zijn van die mijnwagentjes te slijten. Maar goed, de rails bestonden al. Maar die, je begrijpt wel dat zo'n stoomlocomotiefje van een paar ton, dat, 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 dat reed die rails aan flarden. Dus dan krijg je eerst ijzeren, gietijzeren rails, ook niet. Dan krijg je smeedijzeren rails, maar tenslotte eigenlijk pas als, als de staalproductie genormaliseerd wordt of, of, of op grote schaal mogelijk wordt gemaakt. Dan stalen rails, dat is wat je tenslotte hebben moet om een trein goed te laten rijden. Maar de stoomlocomotief is natuurlijk het mooiste voorbeeld van nou ja, wat, wat wel een stoommachine zijn kan. Maar het duurt dus nog een hele tijd voordat hè, van de uitvinding in 1712, tot het ook een, een breed geaccepteerd toestel was. Dat, dat duurt even. En dan is daarna zegt natuurlijk iemand die komt op het idee om een stoomturbine te bouwen en dan zijn we goed op weg. Dat is het verhaal van de stoommachine. En ik vind nog steeds dat, sorry dat ik even mijn neus moet snuiten. Dat hoort bij de heb, tijd van het jaar. Ja, dat, dat is zeker zo. Ik heb geen COVID. Dus dat heb laatst vorige week nog een keer gecontroleerd. Het gekke is, dat ik, ik wist wel zeker dat ik het niet had. Maar dat je toch blij bent dat alleen dat bovenste streepje dan zichtbaar wordt. Ik denk dan, dan heb ik het wel goed gedaan? Dat denk ik nooit, neem ik aan Want dan. Dat dat je denkt, zal ik het nog een keer doen, toch? Ja, dat zou ik sowieso doen. Als je onzeker van jezelf bent. Ja, en wij zien, ik vond dat er in dat tijd, dus omdat het natuurlijk in 2012 was, het 300 jaar geleden, dat de stoommachine in werking was getreden. Overigens stonden die eerste stoommachines altijd bij mijnen. En de vraag is natuurlijk ook, heel interessante vraag, zou de stoommachine ooit tot ontwikkeling zijn gekomen, als niet de Engelse op hele grote schaal al heel lang, steenkool gebruikt. Uh, Londen werd in 1700 gebruikte Londen per jaar een, een half miljoen ton steenkool en de steenkoolmijnen vertoonden het vervelende uh, aspect dat ze, zodra ze meer dan enkele tientallen meters diep werden dat ze volliepen met water, dus dat moest eruit gepompt worden. Allereerste stoommachines werden gebruikt als pomp of als aandrijving van een pomp. Dus er was een koopkrachtige vraag naar stoommachines. Zouden die ooit ontworpen zijn als er niet een koopkrachtige vraag naar stoommachines was geweest? Maar dat het principe zou kunnen werken, dat was eigenlijk al duidelijk gemaakt in een artikeltje van een meneer Papin, een Fransman, hele inventieve figuur, straatarm gestorven bij mij weet, die al een artikel had geschreven, dit zou ongeveer. De constructie moet er zijn als we een machine willen bouwen die dus nogmaals atmosferisch is. Want je hebt een atmosferische stoommachine en hoge druk stoommachines. Die eigenlijk op een verschillende manier werken. Maar allemaal afhankelijk zijn van de unieke eigenschappen van water. Bij 0 graden bevriest het, kun je erop schaatsen. Dan is het 100 graden lang. Eh, is het gewoon water wat bij ons uit de kraan komt. En dan ineens verandert het in stoom. Hè? Want dat als je als de kraan aan zou ze zetten en er stoom uit komt, dan eh, die is het wel behoorlijk warm namelijk. Je hebt een dat koeken zou, nu. Dat zou niet best zijn. Huh? Die koekenkranen heb je, daar komt meteen warm water uit. Ja, dat is ontzettend stom. Die, dat, die, dat, die kraan bedoel je? Ja, want die, die boel die moet warm gehouden worden. Ja, dus dat, dat zijn volgens mij enorme energievreters. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, ik heb nog twee elektrische boilers, dat zijn enorme energievreters. Maar ja. Die doen het prima, dus om nou weer allemaal weg te gooien en alles te veranderen, was nou weer, nou weer wist ik veel dat het met die energie helemaal de verkeerde kant op zou gaan. Maar dus de stoommachine is een essentiële uitvinding, want je kunt natuurlijk ook zeggen, nou ja, die, eerst was er die waterkracht, maar eigenlijk zijn alle analytici van mening dat dus die industriële revolutie in Engeland wel van start zou zijn gegaan zonder stoommachine maar dat die in de vroege 19e eeuw vast zou zijn gelopen zonder die stoommachine. Dus dat uiteindelijk het doorzetten van de industriële revolutie zonder de stoommachine niet had plaatsgevonden en dus afhankelijk was van de uitvinding van de stoommachine. Die daarom toch, sinds het ontdekken van de landbouw, de belangrijkste uitvinding ooit was. Daarna, alles wat daarna komt is... Het gaat draait uiteindelijk om het gebruik van fossiele brandstof. Eh, het opwekken van hitte en dat, dan, kun, dan kun je die hitte vervolgens op allerlei wijze gebruiken. Ja, laten ja, nou, we wel wezen ook de elektriciteit van een Je wordt uiteindelijk opgewekt in een energiecentrale die ongetwijfeld of kolen gestookt is. En meestal zijn het ook, eh, stoomturbines die, die de energie opwekken. Mm -hmm. Dus ergens moet je altijd fossiele brandstoffen gebruiken in dat systeem. Want nu hebben wij ontdekt dat je ook een, hoe heet ze, een zonnepaneel op je dak kunt liggen. Je kunt windmolens laten naar die windmolens hadden we natuurlijk ook al veel langer. Maar ja, windmolens hebben allerlei bezwaren, zoals je weet. Wie is nou eigenlijk, want er hebben meer mensen meegedacht: wie is nou echt de feitelijke uitvinder van de stoommachine? Niemand. De uitvinder van de stoommachine is meneer Papin. Is, is, uh, is Newcomen natuurlijk. Uh, is tot op zekere hoogte James Watt. Uh, het, het, is een, 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 het is een panorama. Het is een beetje. Want ineens denk ik aan de Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Maar dus de uitvinders van de stoommachine is een beetje Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. De, de, de een heeft dit bijgedragen. De ander heeft dat bijgedragen. Vergeet niet dat de, ook de ontdekkers van de luchtdruk. En de ontdekkers van de mogelijkheid van een vacuüm ook een essentiële bijdrage hebben geleverd. Hadden ze dat niet gedaan, die gieriken met zijn Madenburger halve bollen, dan was de stoommachine in feite ook niet ontdekt. Want je moest weten dat dat kon. Mm -hmm. Anders kon je het niet ontdekken. Of construeren eigenlijk. Ja. Dus je kunt niet zeggen, de uitvinder van de stoommachine is, de eerste constructeur van een werkende stoommachine is Newcomen. Maar daarvoor was een hoop voorbereidend werk nodig. Ja. We willen natuurlijk allemaal in hokjes plaatsen. We willen daar één iemand op plakken. Maar dat is dus ja, niet Ja, liefst hebben we één genie. Ja. Met een wilde haardos. En, en, en hè, dat, je, dat je ook denkt, oeh, een afwijkende patiënt. En, <laughs> hij is niet goed snik, maar hij heeft toch iets enorm belangrijks uitgevonden. Ja. Dat is allemaal een beetje een romantisch gelul eigenlijk. Oké. Okay. Misschien denk je wel na het luisteren van deze aflevering. Ik heb hier met plezier geluisterd. Wat kan ik een keer terug doen voor jullie, Maarten en Tom? Nou, één ding. Abonneer je even op deze podcast. Dat doe je op Apple door te klikken op het plusje. En op Spotify door te klikken op volgen en het belletje. Want dan garandeer je jezelf van nieuwe afleveringen in je feed als ze er zijn. En dan moet je ook met je vingers vanaf blijven. De geschiedenis van onze welvaart. En dan komt er een uitvinder en die vindt iets uit waar nog niemand ooit aan gedacht heeft. En u zult zien. Dat is bij geen enkele uitvinding is dat eigenlijk het geval. Volgens kenners een van de beste lezingen die Maarten ooit heeft gegeven. Er is zo'n hele mythologie: dat eigenlijk al die uitvinders van de 18e eeuw, van de Engelse industriële revolutie, dat dat eigenlijk allemaal vrij primitieve knutselaars waren. De geschiedenis van onze welvaart. Nu te downloaden als luisterboek. Check de show notes. We hebben met z'n allen een chronisch tekort aan slaap en dat zorgt voor veel conflicten thuis, maar zeker ook op het werk. En met een paar simpele stappen kunnen we dat verhelpen en zorgen we dus voor een betere verstandhouding met vrienden en collega's. Julian van Somnox is daar elke dag mee bezig en heeft een paar concrete tips die je vandaag gelijk al kunt toepassen. Het gesprek dat ik met hem had, vind je via de link in de show notes.